Het idee had ik nog nooit van gehoord. En ik begreep in het begin ook niet van wat is daar nu de bedoeling van. Toen ze mij die vraag stelde, dacht ik eerst, ja, dat is wel heel complex. Drie vlakken, drie zijdes. Nog nooit gezien, nog nooit gemaakt. Dat was wel een unicum, dat heb ik nog nooit tegengekomen. Een munt heeft normaal twee zijden. Kop of munt, staat versus markt, goed of slecht. Maar wij vinden eigenlijk dat een munt best drie kanten mag hebben. Dat gaat er dan over dat een munt of geld, als je dat belegt, als je dat bij een bank brengt, dat dat voor drie kanten rendement moet opbrengen. De eerste plaats rendement voor jezelf, de tweede plaats rendement voor de streek, maar tenslotte, last but not least, ook voor de planeet. Het ontwerp zelf was heel uitdagend, omdat het specifieke groeven had in het materiaal. Ja, dat is uittekenen op een tekenprogramma en op machine wordt dan effectief gemaakt. Het gaat over tiendes en honderdstes van een millimeter. En op het laatste was het ja, net passend eigenlijk. Het klikte er gewoon in. Toen ik ze voor de eerste keer zag, dan dacht ik wauw, dat is echt wel knap gedaan. Ja. Ook al zeg ik het zelf. Het is de eerste keer dat ik het zie en het is echt wel echt geslaagd. Dit is geen vals munterij. Het is duidelijk dat het niet gaat over klassiek muntstuk. VDK Bank is toch wel een speciaal beestje. Wij zijn bijna 100 jaar oud en wij zijn eigenlijk altijd al een duurzame speler geweest. En het doel van deze campagne is om echt mensen ertoe aan te zetten goed na te denken wat ze met hun geld doen. Want het maakt echt verschil.